Hey, en leuk dat je kijkt naar weer een gloednieuwe vlog van mij. Hier op het Jotrex. De enige echte natuurlijk. Het is vandaag woensdag. En dit is weer op dezelfde dag opgenomen natuurlijk. Want ja, ik heb geen voorraad. Het heeft enkel en alleen te maken met de kou. Corona. Maar de Efteling is weer open, jongens. Dus we gaan binnenkort gaan we weer even een keer naar de Efteling toe. Om een leuke vlog op te nemen. Binnenkort ga ik mijn banden weer aanpassen. En dat heb ik nog, voor mij tot in de, een paar vlogs geleden al eens gezegd dat ik niet tevreden was over mijn banden. Ik ga inderdaad mijn banden veranderen, maar ik ga nog heel even wachten daarmee. En waarom ik daarmee ga wachten, dat heeft te maken met de grote verandering. Ik zat er eerst aan te denken om dat pas in oktober te doen. Maar waarschijnlijk ga ik dat al eerder doen. Er komen minder vlogs ga ik doen. Ik ga minder vloggen. Ja, helaas minder praatvideo's. Er gaan wel kermisvlogs en zo. Dat gaat allemaal door. We gaan kermis natuurlijk weer doen. We gaan Efteling natuurlijk weer doen. We gaan weer andere pretparken doen. We gaan weer wandelingen doen. We gaan weer uitjes doen. Dat gaat allemaal blijven. Maar de praatvideo's worden minder. En als er geen reguliere, als er geen reguliere vlog is, dan, jullie hebben het al een beetje gemerkt. Ik ben weer teruggegaan naar twee vlogs, of eigenlijk één vlog per 2 dagen. Dit gaat misschien wel veranderen naar één vlog per 3 of 4 of 5 dagen. Het heeft alles te maken met de grote verandering. De grote verandering. Gaan jullie daar meer over horen. Het woordje uit gaat heel vaak klinken binnenkort op mijn kanaal. Dat zal een woord zijn dat je dit jaar heel vaak hoort. Daar kan je van alles bij bedenken. Ik wil er nog een soort iets, wil ik er nog van maken, dat het een soort puzzelachtig idee wordt. En dat ga ik binnenkort dan onthullen als die puzzel voorbij is. En dan kunnen jullie gelijk zien wat nou het woord uit betekent. Uit, afgelopen, over. Dat wil niet zeggen dat ik dus niet meer ga vloggen. Kanaal blijft gewoon bestaan. En er komen natuurlijk Efteling vlogs, wat ik al zei. Alles komt verder nog. Maar het woord uit heeft een hele grote betekenis op mijn YouTube kanaal dit jaar in 2022. Ja, 2022. Een hele grote verandering op mijn kanaal. Wat ik door ga voeren. Ik ga een beetje een schrikbewind voeren. Ik ga een drastische maatregelen nemen. Ik ga de grote, dikke, vette bezem ga ik door mijn kanaal halen. Niet de vlogs die, of de video's en de vlogs en de livestreams en weet ik veel wat er allemaal gebeurd is. Dat blijft gewoon op mijn kanaal staan. Maar er gaat een grote bezem door de reguliere. De uitzenddatums, de datums dat ik upload, de datum dat ik dingen doe, daar gaat een hele grote klad in komen, daar gaat een hele grote verandering in komen. En ik hoop dat ik jullie al een klein beetje benieuwd heb gemaakt wat die grote verandering gaat zijn, maar het gaat echt een hele grote verandering zijn. Gaan nog wat heel veel dingen gaan er aangepast worden. Dus schrik niet, maar er gaat binnenkort gaat het drastisch. Gaat de bezem door mijn kanaal heen. Ik was al een hele tijd was ik al niet tevreden met mijn content. Dat gaat nu dus echt definitief veranderen. Ik heb een hele tijd heb ik het nog volgehouden. En ik heb de hele tijd heb ik eigenlijk nog een beetje toch maar weer verder gegaan met de dingen waar ik mee bezig ben. Maar ik ben het echt spuugzat. En weet je wat ik ook spuugzat ben? Dat ik mijn spullen kwijt ben. Dan ben ik ook spuugzat. Oh, hier leg ik hem al.
moet gelijk even mijn batterij even oplaaien. Deze batterij die ik nou gebruik is leeg. En volgens mij was de vorige batterij was ook leeg. Dus we kijken hoe is de volgende batterij. Maar er gaat dus een hele hoop dingen gaan er dus veranderen. Nou, deze is helemaal vol. Dat is netjes. Dat is netjes. Dit is een batterij die ik gebruik niet meer. Nou, ik heb nog in ieder geval een hele volle batterij. Als deze batterij eruit schuift, dan doe ik gewoon even weer een nieuwe batterij erin. Maar ja, er gaat dus een hele hoop veranderen, jongens. Er gaat echt een hele hoop veranderen. En wat het allemaal is. En ik ga er eigenlijk ook een beetje mee stoppen. Want anders, ja, jullie weten het. Ik ben altijd heel erg enthousiast, ben ik altijd. En dan ga ik dadelijk het alsnog vertellen. En dat is niet de bedoeling. Want ik wilde echt een puzzel van maken. Ik ga een puzzel doen op mijn kanaal. Tussen de vlogs in. En weet ik voor allemaal. De praatvideo's in ieder geval. Daar gaat eigenlijk het meeste de drastische bezem doorheen. Ja, de praatvideo's. Zoals deze bijvoorbeeld. En ja, andere reguliere vlogs. Die, ja, daar stop ik mee. Ik schijn er mee uit. Ik schijn uit met praatvideo's. Ik doe wel bijvoorbeeld de vorige vlog. Dat ging dus over... het grote nieuws dat het spookslot zou verdwijnen. Zulke vlogs blijven nog wel bestaan. Maar gewoon die reguliere babbel video's van... het is weekend vandaag en weet ik veel allemaal. Dat gaat allemaal weg. En dan kan het wel eens zijn... dat er 6 dagen geen vlog is. Dat er 7 dagen geen vlog is. Dat er misschien 10 dagen geen vlog is. Nou denk ik niet echt dat dat gaat gebeuren, want in die 10 dagen zal ik heus wel weer een vlogje maken, maar niet meer zo zoals ik het nu doe. Dus een hele grote bezem door mijn kanaal heen. Dat is dus een beetje wat er gaat veranderen op mijn kanaal. En tussendoor heb ik even snel de batterij even veranderd, want hij was echt bijna op. Dus ja, ik ben ook tegenwoordig weer heel erg, de laatste 2-3 dagen, ben ik weer heel druk bezig met FIFA 22. En vinden jullie dat leuk? Laat even berichtje, zal ik dat een keer livestreamen? Zal ik dat een keer opnemen? Moet ik er een video van maken? Moet ik er een livestream van maken? Het is aan jullie de keuze. Dus laat even berichtje achter in de comments wat jullie daarvan vinden. En dan... ga ik misschien wel af en keertje FIFA spelen. Is ook misschien wel eens even leuk om dat een keer te doen. En ja, ik heb er wel ontzettend veel zin in ieder geval. En ook heb ik zin in de veranderingen. Want dat is eigenlijk al een hele tijd, is dat een hele grote wens van mij. Om dat te veranderen. Om de grote knop om te draaien. De Great Reset. Ja, dat wordt altijd gezegd door de mensen die tegen de corona zijn en zo. Maar eigenlijk op mijn kanaal gaat ook eigenlijk de Great Reset. We gaan na 5 jaar ja, op mijn kanaal vlogs gedropt te hebben. Er eigenlijk soms ook wel eens dat ik gewoon video's gedropt heb op mijn kanaal. Waar ik eigenlijk dan eigenlijk wel weer niet blij mee was. En dat ik dacht van ja, waarom heb ik in godsnaam deze video gemaakt? Dat heb ik met deze video ook een beetje. Maar ik moet wel uitleggen wat er gaat veranderen. Dus ja, er gaat in ieder geval een hele hoop gaat er veranderen. En bij die verandering komt ook nog iets anders. Maar dat ga ik nog niet vertellen. Dat gaan jullie vanzelf wel merken. Ik bedank jullie allemaal voor het kijken. Dit was even een hele korte uitlegvlog. Eventjes 5, 6, 7 dagen geen vlog. Dan weten jullie in ieder geval dat er wel weer dingen aankomen. Maar dan heb ik gewoon even niks op de plank leggen. Normaal maakte ik dan wel weer een praatvideo ervan. En dan had ik toch wel weer een videootje. Maar daar wil ik dus van afstappen. Ja, eigenlijk heb ik al een beetje het grootste gedeelte heb ik eigenlijk al verraden. Maar ik heb 1 heel belangrijk ding heb ik nog niet verraden. En dat is dat... ga ik lekker nog niet vertellen. Jullie weten net, ik ga weer veel te veel spoileren. Dit ga ik niet spoileren. Dat ga ik niet verklappen. Gaan jullie dat wel zien op mijn kanaal. Wat er allemaal gaat veranderen, jongens. Nou, ik bedank jullie allemaal voor het kijken. Ik ga hem even neerleggen. In ieder geval de groetjes van deze kant. Abonneer op mijn kanaal. Druk op belletje. Dan worden jullie op de hoogte gehouden als er weer een nieuwe video of livestream is. Vergeet deze video niet
te delen met al je vrienden, vriendinnen, ooms, tantes, neven, nichten, vrienden, vriendinnen. En zorg dat dit kanaal groot wordt. In ieder geval bedankt voor het kijken. Tot de volgende vlog. En wanneer die is, dat ligt er precies aan als ik weer een buitenvlog ga opnemen. In ieder geval groetjes. En tot de volgende. Bye bye. Hoi.